Lilian de Geus uit Almere staat in het tussenklassement van het WK windsurfen in Aarhus op de tweede plaats. Lelystedeling Kieran Batlu, die net als de Geus uitkomt in de Olympische RSX-klasse, staat voorlopig zesde. De Geus liet gisteren in Denemarken bij de drie gevaren races een tweede, een zesde en een derde plaats noteren. De Almeerse staat met 17 punten op de tweede plaats achter de Chinese Xiongxiu Lu, die 14 punten heeft. De Geus is blij met haar prestaties tot nu toe. Nou ja, het ging eigenlijk wel goed. Ik ben wel tevreden. We wouden een stabiele serie neerzetten en dat is tot nu toe wel gelukt eigenlijk. Ja. De Geus is met hoge verwachtingen afgereisd naar Denemarken. Ja, nou, dit is ons belangrijkste evenement van het jaar. Ik wil mijn plaats voor de Olympische Spelen dit jaar afronden. En ja, we hopen hier gewoon top 3 plek te varen. En ja, we gaan zien wat het gaat worden. Ik doe mijn best. De weersomstandigheden in het Deense Aarhus zijn volgens de Geus lastig. Ja, heel tricky. Ik dacht, vandaag hebben we wel een steady sea breeze. Maar het was alsnog super tricky op de baan. En ja, het maakt het ook wel weer leuk. En ja, daarom ben ik op zich ook wel blij dat ik gewoon een stabiele serie heb kunnen neerzetten. Veel mensen hebben allemaal een aftrek gevaren en ja, ik hoop dat ik het zo kan doorzetten. Kieran Batlu finishte zijn races als vijfde, derde en veertiende. Met zijn zesde plaats in de tussenstand blijft de Lelystedeling tot nu toe achter bij Dorian van Rijsselbergen. Batlu en van Rijsselbergen strijden om één ticket voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. Ze mochten van het Watersportverbond hun eigen selectieprocedure opstellen. De twee windsurfers hebben afgesproken dat degene die het beste presteert op de drie WK's tot aan de Spelen naar Tokio gaat.